Met bewegingen voor de schakelklas van VMBO naar HAVO. En we zitten in pad 2 voor snelheidsgrafiek. Zo. Nou, in het vorige filmpje hebben we heel veel XT of ST-diagrammen gezien. Dat wil zeggen dat verticaal de afstand die afgelegd is tijdens de beweging is uitgezet in horizontaal de tijd. Een VT-diagram is iets anders. Daar staat de snelheid uitgezet tegen de tijd. V staat voor velocity en T staat voor time. Ja, dus het is een velocity-time diagram, oftewel een snelheidstijdsgrafiek, zeg maar. Nou, natuurlijk als je een XT-diagram hebt, dus een afstand-tijd-diagram, dan kun je daar een VT-diagram van maken en andersom. Die kun je in elkaar overzetten. In de opgave ga je dat ongetwijfeld ook tegenkomen. En dat doe je, het beste gaat dat natuurlijk door uit de grafiek veel punten te nemen. Bijvoorbeeld 5 tot en met 10. En we zagen in het vorige filmpje al dat als je een XT-diagram hebt van een beweging waarvan de snelheid niet constant is, dat je met behulp van de raaklijn kan bepalen wat de snelheid is op elk moment. En als je dat dan bijvoorbeeld voor 5 verschillende punten doet, en je schrijft die waardes op, bij de tijden die erbij horen natuurlijk, dan kun je daar weer een grafiek van maken. Maar andersom kan ook. Dat gaan we zo meteen zien. Namelijk, als je, nou eerst even kijken hoe grafieken eruit zien. Als je een constante snelheid hebt, dat betekent dus dat je in een snelheidstijddiagram een rechte lijn hebt die horizontaal loopt. Het XT-diagram ziet er dan anders uit. Je ziet die loopt niet horizontaal, die loopt. Dat is een lijn die gewoon recht omhoog loopt, zeg maar. Je moet dus altijd kijken, naar, als je een grafiek hebt, moet je eerst even kijken van ja, wat voor grafiek is het eigenlijk? Want een beweging bij een constante snelheid, de XT-diagram, heeft een andere vorm natuurlijk dan het VT-diagram. Nou, heb je een snelheid die toeneemt, dat betekent dus dat je een stijgende lijn hebt in het snelheidstijdsdiagram. En als de snelheid afneemt, dan heb je dus een dalende lijn in het VT-diagram. Nou, hoe kun je uit een snelheidstijdsdiagram een afstandstijdsdiagram maken? Dat betekent dus dat je dus op verschillende plaatsen moet bepalen vanuit de grafiek hoeveel meters er afgelegd zijn in die tijd. En dat doe je met behulp van de oppervlaktemethode. Je gaat dan kijken naar de oppervlakte onder het snelheidstijdsdiagram. En dat is gelijk aan de afgelegde weg. Nou, als de snelheid constant is, dan is dat natuurlijk het makkelijkst. De afgelegde weg is dan gelijk aan de snelheid maal de tijd. En als je een grafiek hebt waarvan de snelheid niet constant is, dan is dat ietsje minder gemakkelijk. Dan moet je dat punt voor punt doen. Hier heb je nog een keertje die grafieken, alleen de vorige keer liet ik alleen maar de bovenste 4 grafieken zien. Weer die 4 soorten bewegingen, stilstand, constante snelheid, versnelling en vertraging. En je ziet inderdaad dat bij stilstand, nou heb je 2 horizontale lijnen. Namelijk het voorwerp staat stil en heeft dus ook geen snelheid. Bij een constante snelheid neemt de afstand dus op regelmatige wijze toe, vandaar dat de grafiek in rechtlijn omhoog is. Maar de snelheidstijdsdiagram is natuurlijk een horizontale grafiek, want de snelheid is constant, dus die blijft hetzelfde. Als je een beweging hebt waarbij de snelheid steeds verder toeneemt, dus een optrekking of een versnelling of een snelheidstoename, is allemaal hetzelfde. Dan, en dat gebeurt op regelmatige manier, is de snelheidstijdsgrafiek dus een rechte lijn. En de afstandstijdsgrafiek is een lijn die steeds steiler omhoog gaat lopen, die is trouwens een parabool. En bij een beweging die vertragend is, en als het op een regelmatige manier gebeurt, dan krijg je dus voor de snelheidsgrafiek een lijn die recht is en naar beneden toe loopt. En de afstandstijdsgrafiek die blijft wel omhoog lopen, totdat de stilstand optreedt natuurlijk, maar steeds minder stijl. Nou, laten we even kijken naar verplaatsing bij niet constante snelheid, dus bij vertraging of bij versnelling. Ik had al gezegd van je kan dus uit de grafiek, de snelheidstijdsgrafiek, kun je dus op elk moment bepalen van hoeveel meters zijn er nu afgelegd. Dus je kan er een XT-grafiek van maken en dat kun je op verschillende manieren doen. Je kan bijvoorbeeld hokjes onder de grafiek tellen en die vermenigvuldigen met hoeveel een hokje waard is. Dat is één manier om te doen, gaan we zo meteen gaan we dat wel even doen. En je kan bijvoorbeeld ook doen als het een mooi oppervlak is, bijvoorbeeld de rechthoek. Dan kun je de oppervlakte van makkelijk van bepalen, lengte maal breedte. Of als je een driehoek hebt, lengte maal breedte gedeeld door 2. En zo op die manier het oppervlakte bepalen. Eventueel kun je ook, als het handig is, een horizontale lijn trekken met een gemiddelde snelheid over de hele beweging. En dan op die manier de afgelegde weg bepalen. Nou, laten we eens even kijken. Laten we het eens even gaan doen. Hier heb je bijvoorbeeld een mooie vertragende beweging. Je ziet het is snelheid tegen tijd. Je begint bij 2,25 meter per seconde en op een regelmatige manier in 60 seconden gaat de snelheid naar 0 toe. Nou, wat is dan de hoeveelheid afgelegd de weg bijvoorbeeld in die 60 seconden? Nou, hoe doe je dat dan? Kun je dus op verschillende manieren doen. Je zegt van oké, het is een hele regelmatige beweging.
En hij begint bij 2,5 meter per seconde en hij eindigt bij 0. Dan gaat op een rechte lijn. Dus dan kan ik de gemiddelde snelheid kan ik bepalen, namelijk 2,25 aan het begin. Plus 0 aan het eind, opgeteld delen door 2. Net zoals je het gemiddelde van twee repetities bepaalt. Nou, dat blijkt 1,125 meter per seconde zijn. Kijk maar, 2,25 plus 0, gedeeld door 2. Nu staat niet netjes uitgeschreven, zie ik trouwens. Dit ga ik even veranderen hoor, want dit is niet netjes. Gedeeld door 2 is zo. Zo is het goed. Even netjes blijven, anders. Zo. En dat is dus de blauwe lijn. Nou, en de oppervlak van die blauwe lijn. Onder die blauwe lijn, dat is dus de hoeveelheid meters die er aflegt. Nou, laten we eens even kijken. In 60 seconden is dat dus 60 seconden maal die waarde van die blauwe lijn. Die is 1,125. Dus dat is 67,5 meter. Dat is één manier om de afgelegde weg over die 60 seconden te bepalen. Zometeen gaan we nog een paar andere zien. Hoe doe je het nou hier? Hier is het niet zo makkelijk, want dit is natuurlijk duidelijk geen driehoek en dit is ook geen rechthoek. Dus hoe ga je dan hier bepalen wat de afgelegde weg is, bijvoorbeeld in die 6 seconden? Je ziet, het is een snelheidstoename, dat kun je duidelijk zien. En het is niet een mooie rechthoek. Hier zou je dus hokjes kunnen gaan tellen, bijvoorbeeld. Of wat je ook kan doen, is zeggen, nou weet je wat, ik ga een lijn trekken. Een slimme lijn van 0 tot 6 seconden. En dan ga ik het zo doen, dat ik die lijn zo trek dat... Hier zie ik dat er wat boven ligt tussen de rode en de blauwe lijn. En hier ligt er wat onder als ik van de blauwe lijn naar de rode lijn toe. En dat is ongeveer evenveel. En als ik dat een beetje slim doe, dat dit oppervlakte even groot is als het andere oppervlakte, dan heb ik dus toch een driehoek gekregen. En dan kan ik natuurlijk weer met oppervlak van een driehoek, is niet zo moeilijk, die is namelijk 6. Maal deze waarde, die is 27, hè. Kun je zien, die 27, die vermenigvuldigt met elkaar. Als de rechthoek was, zou ik dan klaar zijn, maar het is een driehoek, dus we moeten de helft nemen, of delen door 2, dus vandaar 6 horizontaal, maal 27 verticaal, delen door 2, omdat het een driehoek is, heeft 81 meter. Andere manier is natuurlijk dat je hokjes zou kunnen gaan tellen, omdat dit, dan komen ze meteen nog gewoon. Nou, je gaat maar dat nog doen, je kan ook hokjes tellen dus. En de andere manier om te zeggen van oké, je neemt hele en halve hokjes. Dus ik zie hier bijvoorbeeld, dit hokje ligt helemaal onder de grafiek en dit hokje ook. Nou eens even kijken, maar hoe en dit hokje ook, maar dit hokje ligt er maar naar half onder. En deze ongeveer ook. Dus ik neem alle hokjes die waar de rode lijn doorheen gaat, die tel ik voor half. En de hokjes waar die echt duidelijk boven loopt, die tel ik voor heel. En die tel ik allemaal bij elkaar op. Dan moet ik wel even weten natuurlijk hoeveel één hokje waard is. Nou eens even kijken, het hokje loopt hier van 1 naar 1,5. En van hier van 0 naar 1/4. Sorry, 2,5, ik zit verkeerd. Van 0 naar 2,5. Dus één hokje is 0,5 horizontaal maal 2,5 verticaal is 1,25 meter. Dus alle hokjes die hieronder liggen en die helemaal eronder liggen, die tellen allemaal van 1,25 mee. En de half hokjes die tellen van half mee. Nou, als ze dan allemaal gaan optellen, dan zitten er dus bij elkaar in totaal 65 hokjes onder. Kun je natellen. En die tellen dus allemaal van 1,25 mee. Ja, dus ik heb alle hokjes die helemaal eronder liggen heel meegeteld. En alle hokjes die waar de lijn heen op, die heb ik half meegelegd. En dan bij elkaar opgeteld. En dan kom ik op 65 hokjes uit. En elk hokje, hadden we gezien, is 1,25 meter. En dan kom ik dus op 81 meter uit. En kijk eens wat we hier hadden, 81 meter. Je ziet, dat is dus allemaal best wel nauwkeurig. Oké, in het volgende filmpje gaan we verder met versnellen en vertragen.